Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. Dit keer hebben jullie bepaald dat we absoluut niet herkend mogen worden in een dierentuin. Zo, wat ging je doen? Hallo? Huh? Jongens, hoe lang doen wij al Stuk TV? Te lang. Veel te lang. Precies. Nou, en hoe vaak hebben wij opdrachten gefilmd waarbij we herkend worden? Best wel vaak. Precies. Ja. Nou, en dit keer namelijk hebben we de opdracht: we moeten niet herkend worden in een dierentuin. En om het zelf nog iets moeilijker te maken, mogen we elkaar 3 opdrachten geven, waardoor je dus wel gaat opvallen. En degene die het langst volhoudt, die wint. En degene die het kortst volhoudt, die krijgt een streepje. Ja, ik heb wat. Hey Basje! Zo val je wel op, maar ik zou je niet herkennen. Volgens mij snapt hij de spelregels. Het is de bedoeling dat je niet herkent. Ja, niet opvalt, niet herkend worden, onder de radar blijven. Maar als iemand tegen Giel zegt van, yo, ben jij niet Giel, dan is hij af. Hé? Als iemand tegen jou, laat maar. Oké, dit wordt hem. Ja, ik denk het wel. Nou, top. Top. Nou, kunnen we beginnen. Dankjewel. Ik heb hier de tijd. Ja, ik moet hem ook hebben. 3, 2, 1. Hij is nu officieel in het park. Oké. Okay. Wat denk jij? Hij is nu al 5 seconden niet herkend, dus het gaat de goede kant op. Oké, okay, maar hoe lang denk je dat hij het voor? 10 minuutjes. Oké, 10 minuten. Beautiful, beautiful, beautiful. Sweet water and there is salt. Like you see the Oh, wat mooi! Mooi hè? Ja. Heel mooi, ja, heel mooi. Ja. Oké, de eerste 5 minuten zijn nu voorbij. Okay. Ik ga hem nu facetimen en dan gaan we de eerste opdracht geven aan hem. Hey! Hey jongens, wil je een foto? Ben je klaar voor je eerste opdracht? Jazeker. Oké, je moet nu minimaal 5 mensen een high five geven. High five. Dank je. Can you give me a high five? High five. High five, high five, high five. Ja. Yeah. Die man die stond me net wel echt aan te kijken. Zo van, hé, hey, volgens mij herken ik jou. Dus toen draaide ik maar even zo rustig met mijn ruggetje. High five. Ja, high five. Hey, high five. Ja. Ja, yeah. High five. High five. Ja. Yeah. Nou, tot nu toe word ik niet herkend en ik heb mijn opdracht voltooid. Ik moest 5 keer high five geven. Die opdracht. Tjong, 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 tjong. Moet je normaal doen, anders herkennen mensen me. Hey, we zijn 10 minuten voorbij, tijd voor opdracht nummer 2. Hé, hey, willen jullie nog een foto? Hey, we gaan het je iets moeilijker maken. We hebben een nieuwe opdracht voor je. Vertel. Jij moet met 3 mensen op de foto. Fuck you, jongens. Ik wens je heel veel succes. Mag ik een foto met jullie maken voor mij thuis? Dan hebben we het leuk gehad. Nee. Alsjeblieft. Nee, jammer. Mag ik met jou op de foto? Ik wil met jou op de foto. Ja, dat mag. Dankjewel. Top. Mag ik met jullie op foto? Gewoon een fotootje. Ja, een foto. Ja, yeah, mag ik? Kan je een foto? Hey. Ja, yeah, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Yes, opdracht voltooid. Gelukkig waren dit buitenlanders, dus jij bent sowieso niet herkend. Yo, ben je al herkend? Nee. Okay. Echt niet? Nee, ziek. Dat is wel knap, ouwe. Je krijgt de volgende opdracht. Je moet nu aan 3 mensen een Stuk TV-video laten zien. Jesus Christ. Oké, okay, is goed. Yo. Yo, godsamme. dat is sowieso super awkward. Ja, dat is sowieso ongemakkelijk. Ik ben Hans en ik moet even één keer kijken voor het video. Kut zo, ja. Die nu wordt de lul. Kijk, ik heb een leuk filmpje. Kijk, kennen jullie dit? Zeker, hey Giel. Ja. Fuck! Yo. Herkend! Ah. Oh, ik was zo bang dat je gewoon niet herkend ging worden, maar... Jawel, het is... maar ik heb me echt als een clown gedragen. Oké, okay, leuke okay, tactiek. Kom maar hierheen, dan is de volgende. Dus, wat zie jij eruit? Ik herken jou meteen, maar dat maakt niet uit. Succes. Ja, ik dank je. Maakt niet uit, succes.
Onze lieve vriend Thomas die is zojuist vertrokken met een veel te opvallend pak aan. Ja, ik herken hem gelijk. Hij is bouwvak in een dierentuin die open is. Dat gaat sowieso niet werken. Maar hoe denk je dat hij het gaat doen? Wat wordt zijn tijd? Nou ja, ik ben bang dat hij het toch beter gaat doen. Ja? Met dit pak? Denk je? Ja, Thomas die wringt zich wel in alle bochten. Ik denk dat Thomas binnen 10 minuten weer hier staat. Wow, echt? Is dat je voorspelling? Ja, dat denk ik echt serieus, want hij valt zo erg op met dat pak. Daar teken ik voor, want dan heb ik geen streepje. Hier gaan we maar iets bouwen dan. Hey, goeiedag heren. Ben je klaar voor je eerste opdracht? Ja, zeker. Vanaf nu moet je in de lucht dingen gaan opmeten en je moet 15 keer best wel hard zeggen terwijl je aan het opmeten bent in de lucht. 15 keer, Ja. Oké. Okay. Succes. Nou, dat wordt leuk. Oké. Hij houdt het nog goed vol ook. Ja, ziek man, dat hij nog steeds niet in het eerste nou, pak. Godsamme. Ja. Goed, de nieuwe opdracht. Opdracht nummer 2. Oh. Ga bij 5 verschillende mensen hun schoenmaten opmeten. Je maakt een grapje toch? Nee. En zeg dan hardop hoe groot hun schoenen zijn. Hun schoenen zijn. Hoe lang ze zijn. 5 mensen. 5 mensen schoenen opmeten. Succes! Oh, goeiedag. Mag ik even je schoen opmeten? Even kijken. Deze is 25 cent. Okay. Mag ik die van jullie ook even doen? Kijk, ja, we gaan hier een nieuw speelelement bouwen. Ik moet even kijken hoe groot mensen schoenen. 31. Top. Kijk, en die van jou? 20. 25. Mag ik jouw schoentjes ook nog even opmeten? Ja? 15 minuten. Thomas is nog steeds niet terug. 18 centimeter. Top. Dank jullie wel. Helemaal goed. Yes. Even kijken. Oh, we moeten komen. Yo. Hey, ben je al herkend? Nou ja, ze riepen wel van, hey, is dat niet... Maar ze zei het niet tegen mij, dus dan ben ik niet echt aangesproken, toch? Ze zijn niet naar mij toegekomen. Nee, okay, ja, dan heb je mazzel, denk ik. Oké, we willen dat je 3 verschillende mensen moeten ze het Stuk TV Instagram account gaan volgen. 3 mensen moeten Instagram oh jezus man. Hoe ga ik het doen? Ja, als ik dan boven die tijd van Giel zit, maakt niet uit of het mislukt. Volgen jullie ook al de Instagram van deze dierentuin, of niet? Er zijn hele mooie foto's van. En dan kennen jullie Stuk TV toevallig ook? Ja, die komen hier binnenkort ook filmen, die moet ik even gaan volgen. Moet ik het even laten zien of... Hoe heet het? Het Stuk TV kanaal. Dat is wel lachen. Oh, moet wel goed schrijven. En kijk. Ja, kijk. Deze. Die moet je sowieso volgen. Die kan je binnenkort ook filmen. Door vet grappige dingen, man. Alsjeblieft. Ah, dit is kut. Ja, de opdracht is wel mislukt. Dat is helemaal kut. Toen is het gelukt. Ja, de opdracht is niet helemaal gelukt, want ik heb maar 1 iemand kunnen aanspreken. Ja, dan zit het helaas op, man. Het stopt de tijd nu. Tot zo. Ciao. Helemaal kut. Nou, Steve, jij ziet er zo uit. Ik hou van dieren en dieren houden van mij. Daarom werk je in een diertuin. Joe. Oké, zullen we beginnen? Stefan die is zojuist vertrokken. Wat zijn verwachtingen? Gaat hij het beter doen? Ik denk dat hij best wel snel erbij is. Hij heeft natuurlijk wel echt een goede outfit aan. Ja. Maar we gaan hem gewoon heel moeilijk maken. Ik ben nog niet herkend. Zo far zo goed. Ja, zie je. Ik word nu al gebeld. Ja, ik ben er nog niet eens. Dat kan niet. Dan ben je er 5 minuten over aan het doen. Ja, ik weet het. Oké, maakt me niet uit. In de komende 5 minuten moet je met... Ja. Moet jij, waar mensen bij zijn natuurlijk... dieren gaan roepen, dus bèh! Ja, ja. Heel hard dierengeluiden maken. Ja. Succes, Pik! Nou, ik weet wie er een streepje krijgt.
Brutus. Dit is ongemakkelijk, yo. Shit. 5 minuten zijn voorbij. Tijd om Stefan te bellen. Ja. Is het gelukt? Ja. Top. Goed zo. Ja. Volgende opdracht. Ja. Je moet mensen wijs gaan maken dat een van de dieren vernoemd is naar ons. Nee, lul niet. Naar Thomas van Stuk TV. Ja. Er loopt een geit rond, die heet Thomas. En hij is vernoemd naar mij. Komt goed. Oh, erg dit. Hey, Thomas, rustig aan. We zijn erg wild vandaag. Ja. Ja, Thomas is die grote. De grootste van mij. Ja, die staat erachter. Wat de reden is dan? Waarom dat ze wild zijn? Nou, het heeft wel met de temperatuur te maken. Ja, okay. Ja, het is vrij warm. Dan worden ze wel wat onrustig hier en daar. Dat klopt. Ja. Ja. En Thomas komt hier ook in principe niet vandaan. Die komt van een andere dierentuin. Grote. Die is vernoemd naar Thomas van der Vlucht. Ik weet niet of je die kent. Nee? Hij verzorgt hem ook. Hij komt hier regelmatig. Zijn vlogger heet dat volgens mij tegenwoordig. Een bekende vlogger. Thomas is van hier, dit is hem. Oh ja. Thomas! Ja, prachtig. Nou, veel plezier verder vandaag. Dank u. Yo, Stefan, de laatste opdracht. Ja. Laat aan 3 verschillende mensen Stuk TV aflevering zien. Ja, gast. Wat meen je dit? En als ze toch aan het kijken zijn, laat ze even abonneren. Ja, laat ze meteen even abonneren. Later, doei. Thomas, kom eens hier. Thomas, ik wil je video laten zien. Fuck. Jezus, dit is zo super ongemakkelijk. Dit is niet normaal, man. Fuck! Het gaat niet, man. Het gaat echt niet. Dit is zo fucking ongemakkelijk, jongen. Hey, meneer, mag je iets vragen? Nee. Heeft u wel eens een video van Stuk TV gezien? Hier. Het gaat niet. Het is te moeilijk hier. Fuck! Ah! Het was super ongemakkelijk, maar ik weet dat ik verloren heb. Heb je verloren? Ja, hè? Op 2 minuten of zo, dat wel. Of 1 minuut. Jij had 16, toch? Ja. Ja, ik had net 15, want die laatste opdracht heb ik niet kunnen voltooien. Dus ik ben lul. Nou, ik heb deze opdracht helaas verloren. Ik krijg een steepje erbij. Oh, dat wordt een schuine wordt dat trouwens. Die voelde ik wel. Ja, dat had ik wel gedacht. Zo. Ja. Oh. Ja, hoeveel moet er nog komen, jongen? Ja, ik vrees nog wel meer. 5. Yo, vond je dit thuis nou een superleuke video? Geef dan alsjeblieft zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Wij willen heel graag Burgerzoen in Arnhem bedanken dat we hier mochten filmen. Het was superleuk. En ben je nog steeds niet geabonneerd op ons kanaal? Doe het dan heel gauw. De abonneerknop vind je ergens bovenin. En je kan ons checken op Spotify, je kan ons checken op social media. Alle linkjes staan ook beneden in de beschrijving. Later!